en welkom bij een nieuwe video hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is maandag vandaag en de week is weer begonnen, weer een lekkere week werken. Ik heb er eigenlijk ook wel zin in om even lekker weer een weekje te werken, want gaat de week lekker snel. Je hebt weer even wat anders, andere dingen en over andere dingen gesproken, daar wou ik het vandaag met jullie over hebben. Ik ga het roer omgooien. Ik ga eens een hele andere weg inslaan. Ik zat op weg naar huis en ik had toch het een en ander in mijn gedachten van ja, zoals ik nu bezig ben is het gewoon niet goed. Voel ik me niet happy, ben ik niet op mijn gemak en ik ga het gewoon ronduit anders doen. Ik moet het gewoon anders aanpakken. Ik moet de dingen anders doen. En ik ga me eigenlijk niet gek meer en druk meer lopen maken om allemaal randzaken die er allemaal geweest zijn in het verleden. Ik ga de frisse wind ga ik door mijn kanaal laten doen en ook door mijn leven heen laten doen. Ik ga het op een andere manier allemaal aanpakken. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Ik heb geen zin meer om elke dag verdriet te hebben, pijn in mijn buik te hebben, omdat ik overal last van heb, waar ik, dingen waar ik aan denk, dingen wat me dwars zit. Ik ben het helemaal zat. Ik ben er helemaal klaar mee. Heb even een tijd nodig, want ik kan niet de ene op de andere manier die knop omschakelen. Jullie weten dat inmiddels van mij. Ik ben een emotioneel iemand en ik kan niet zo emotioneel ineens van de ene op de andere dag zeggen van tjaka en nu gaat het om en nu gaat het anders. Wou dat ik dat kon, maar dat kan ik helaas niet. Ieder mens zit anders in elkaar. Ik ga het in ieder geval anders aanpakken. Ik ga het mijn eigen meer zelf eerst even bij mezelf te raden. Ik ga het eerst mijn eigen hart even volgen. En ik ga het zelf eventjes eerst weer tot bezinning komen. Om daarna weer verder te gaan met mijn leven. En hopelijk op een betere, plezierige manier zoals nu. Want de afgelopen weken, jullie weten het, was het heel dramatisch, emotioneel. Zat ik er een beetje doorheen. Ik heb zelfs nog zitten denken om te stoppen met YouTube. Omdat ik gewoon, ik kon het gewoon allemaal emotioneel niet echt meer aan. Ik ga het dus lekker anders doen. En ik heb al één groot iets, heb ik. Ik wil mijn eigen een beetje gaan verblijden. En ik wil een soort studio is het niet echt, maar ja, ik wil toch een klein soort beetje, een klein studiootje gaan maken in mijn woonkamer. Ja. En dat gebeurt dus allemaal hier. Hier gebeurt dus al het editwerk voor mij. Nou, jullie zien het. Computertje, boksen, stereo, beeldscherm, toetsenbord, daar de computer en... ik ga lekker uitbreiden. Ik heb zin om uit te breiden. Ik heb er zin in. Ik heb nou al eens een heleboel keren gekeken bij anderen, hoe anderen dat hebben. En wauw, dat lijkt me echt zo gaaf om gewoon lekker een eigen studiootje hier te bouwen. Met mijn computerspullen. Ik ben al op de hele goede weg. Ik heb een hele goede computer. En ik wil dus dit beeldscherm. Dat wil ik dus lekker bewaren. Ik hou alles zoals ik het nu heb. Maar ik wil dus later aan de zijkanten wil ik dus ook een beeldscherm, twee beeldschermen neerzetten. Eén aan de linkerkant en één aan de rechterkant. En dat wil ik dus gaan doen. Dan heb ik wat groter beeld. En dan kan ik die andere twee schermen. Kan je op de ene scherm kan je dan het ene doen. En dan kan je op het andere scherm kan je dan zeg maar tegelijkertijd editen en zo. Dat heb ik ook bij andere YouTubers gezien. En dat lijkt me gewoon zo gaaf om dat te doen. En ik volg gewoon mijn hart. En ik vind dat gewoon ontzettend gaaf. Ik wil ook nog een nieuwe microfoon gaan kopen. Ik heb het er al een keertje eerder over gehad. Een paar maanden terug. Dat was in de zomer of zo was dat. Ik wil de E3 gaan kopen. Dat is een mooie...
een mooie microfoon is dat. Echt zo'n een beetje zo'n ouderwetse. Zo'n, ja, ik vind hem altijd een beetje zo klassiek eruit zien. Jaren 60, 70. Echt een mooi ding. Ik zal hier even een plaatje laten zien hoe die eruit komt te zien. Nou, dat was hem. Ja, die wil ik dus ook gaan kopen. En zo wil ik alles een beetje uit gaan breiden. En als ik die beeldschermen erbij heb, dus als ik nog twee van die beeldschermen erbij heb, voor links en rechts. Nou, dat is echt geweldig. Nieuwe microfoon erbij. Ik wil een beetje gaan vernieuwen. Een beetje mijn... mijn computer een beetje gaan uitbreiden. Met editen is dat ook makkelijk. Als je dan verschillende schermen hebt, hoef je niet elke keer op één scherm te kijken en weer dingen weg te klikken, omdat je weer een ander scherm ineens tevoorschijn ziet. Je kan op elke scherm kan je wat anders neerzetten. En het is gewoon echt super makkelijk en super mooi. En ja, ik ben daar wel ontzettend blij mee. Geeft me een goed gevoel om aan iets te gaan bouwen. In de toekomst. Pardon. Lijkt me leuk om dat echt aan de toekomst te gaan bouwen. En een beetje lekker. Een beetje daarmee bezig te zijn. Ik wil toch mijn eigen meer ook gaan richten weer op het video maken. Ik heb in december natuurlijk een hoop videowerk gedaan. En dat vond ik hartstikke leuk om te doen. En nu is het momenteel is het winter en kom je niet gauw buiten. Je maakt niet gauw vlogs meer. Buiten is het koud, dus ik ga ook niet snel even naar buiten om even een vlog op te nemen. Maar het is nog maar januari natuurlijk. Maar toch over een paar maanden dan gaat de lente en zo weer beginnen. En dan wil ik toch echt wel weer vaker de deur uit gaan. Ben ik wat minder vaak thuis. En ga ik wat meer vloggen. Met leuke video's op locatie. Dat is dus allemaal mijn plannen allemaal. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik moet ook in ieder geval een nieuwe bureaustoel hebben. Want die is echt aan het einde van zijn latijn. Die is echt kapot. Dus ik moet ook een keer een nieuwe... een nieuwe stoel gaan kopen. Die is echt kapot, kan echt niet meer. En dat zijn dus een beetje de plannen wat ik heb. Ik heb er wel ontzettend veel zin in. Het kost eventjes weer een paar centen, maar ik ga het er gewoon lekker voor sparen. En dan komt het allemaal vanzelf, komt het allemaal goed. Nou, ik ga het dadelijk eventjes weer GTA streamen, Grand Theft Auto 5. En dat ga ik vanavond doen. Dus ik denk dat ik vanavond niet meer op ga nemen. Dus ik heb er in ieder geval zin in. Ik heb daarnet mijn allereerste Dynamite Ink video online gezet. Ik had er wat problemen met mijn editprogramma. Ik wou hem eigenlijk al vandaag, dat hij vandaag om 3 uur online zou komen. De video. Maar ik heb nogal problemen gehad met mijn programma. Dus ik kon het pas na mijn werk, kon ik pas alles uploaden en doen. Daarom is het dus ongeveer iets meer dan een uur langer heb het geduurd voordat de video online kwam. Maar hij is er. Ik zou zeggen, kijk eventjes naar die video. Want het is echt de moeite waard om daar even naar te kijken. En ik zou zeggen in ieder geval tot de volgende vlog. Want ik ga hem weer even neerleggen. Ik heb verder niet veel meer te melden. Dat was het enige wat ik te melden had. Maar ik vond het wel leuk om het met jullie te delen. En vanavond ben ik er gewoon weer met een leuke GTA 5 livestream. Ja. We gaan gewoon weer lekker GTA spelen. Gisteren was het ook super gezellig. We hebben weer een nieuwe speler erbij. En Esther, en hartstikke leuk dat die ook weer komt. Als het goed is zou Joost ook komen, maar ja, je weet het met Joost. Met Joost is het altijd een vraagteken. Als die niet weer in slaap zo de biedt het. Want dat heb Joost af en toe ook nog wel eens. En we gaan in ieder geval weer een hele leuke livestream ervan maken. Die katten die hadden weer net ruzie. Dat konden jullie net eventjes nog net vlak voor de foto even horen. Die twee zitten weer in elkaar, zitten weer ruzie te zoeken samen. Ik heb vandaag weer de eerste dag gewerkt. Vanmiddag was het eigenlijk alleen maar weer regen. Dus het was weer niet echt een fijne dag om vandaag te werken. Maar ja, de eerste dag zit er in ieder geval weer op. En
Je moet niet zoveel ruzie zoeken, jullie, hè? Af en toe dan moet je ze wel eens even aanspreken, die twee, want ze maken er af en toe wel eens een potje van. Nou, ik zou zeggen, in ieder geval, vonden jullie deze video leuk? Vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En doe het duimpje omhoog voor deze video of video vlog. In ieder geval, iedereen de groetjes van deze kant. En jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.